het is de historische molen uit 1863. En die heeft tot 1955 op windkracht de polder van de Hempersche Meer bemalen. Daarna is er een dieselmotor ingekomen. En in 1980 is die dieselmotor vervangen door elektriciteit. Een wetterschip Friesland die bemaalt dus in deze molen de polder de Hempersche Meer. Maar waarom draait hij dan nog op wind? Omdat het een monument is. En dus een rijksmonument zelfs. En hij wordt dus met subsidiegeld onderhouden. En de monumentenwet zegt dat zo'n molen, als hij gerestaureerd wordt, wat in 1989 is gebeurd, dat het dan op een maalvaardige manier moet worden gerestaureerd. Er zijn allerlei aanpassingen gedaan, dus om de molen naast het bemalingscircuit van Wetterschip Friesland ook op windkracht te kunnen laten watermalen. Alleen daar heb je dan weer vrijwilligers voor nodig. En ik ben zo gelukkig dat ik zo'n mooie hobby mag hebben dat ik hier als vrijwillig molenaar de molen op windkracht mag laten malen. Maar in principe hoeft de molen niet te draaien. Nee. Dan wordt het water wordt elektrisch weggepompt. Ja, dat klopt. Maar uit hoofde van het historische, monumentale element wat eraan zit. En bovendien is het zo, de houten constructie en de houten machinerie die erin zit, die moet regelmatig in beweging zijn. Anders dan krijg je dus dat er allerlei storingen optreden van dingen die verzakken en verbuigen, doorzakken. En wij als vrijwilliger kun je dus onmiddellijk in de gaten houden wanneer er ergens iets misdreigt te gaan. Doordat hij draait? Doordat hij draait. Ja, ja. Dat is mooi. Hoe loopt de molendag? Het is nog vroeg, hè? Ja, we zijn vanmorgen 10 tot vanmiddag 4 uur zijn we open. En ik zit nu ongeveer op de helft van de bezoekers, want ik reken altijd op zo'n 30 bezoekers op zo'n dag. Zo'n molen is een afgelegen object. Mensen zien hem vanuit de verte draaien, dat vinden ze vaak heel interessant. Ja. Maar het kost erg veel moeite om dan toch zo'n pad naar de molen toe helemaal in het onbekende te volgen. Dat is, daar moet je wel een drempel overwinnen. En dat komt ook uit het verleden, toen de beroepsmolenaars hier stonden te malen. Die wilden absoluut geen publiek op de molens hebben. Nu is het molen een monument en wil men graag natuurlijk aan iedereen laten zien hoe geweldig dat allemaal is. Dat is een heel groot verschil met hoe het vroeger is geweest. En wij hopen natuurlijk dat heel veel mensen een kijkje komen nemen. En ze zijn van harte welkom. Maar we begrijpen ook heel goed dat het ook al een mooi gezicht is om een molen vanuit de verte te zien draaien. En dat is ook wel een van de argumenten die ik altijd gebruik om de molen regelmatig in het werk te hebben. Om zo'n ding te restaureren. Nou ja, we werken normaal ook wel vrij voor het vertiefste keer. En nou ja, zo zijn dus zo zoet je dan. En nou, ik denk dat we al een stuk of 8-9 gerestaureerd hebben. Of opnieuw gebouwd. Normaal werkt je met landbouwmachines? Ja, ja, ja.
Ja, inmiddels zijn mijn broer en ik, dat hebben we dus jaren gedaan, daar zijn we naar mee gestapt. En een zoon van mijn broer die heeft het bedrijf met een oude werknemer overgenomen. Dus we zitten niet veel meer in de landbouw. Wel eens wat druk is, helpen we nog wat mee, maar ik werk dus hoofdzakelijk nu met de molentjes. Er zijn er vroeger dus heel veel geweest, bijna iedere boerderij had een windmolentje. En ze zijn door de gemalen dus allemaal verdwenen. En nou willen dus de stichting Windmotor Willem Zwichem, die wilde weer een paar restaureren. En er worden meer gerestaureerd, dat ze toch voor de, nou ja, voor het nageslacht blijven bestaan, laat ik het zo zeggen. Ze worden ook ingezet voor het bemalen van de polders? Deze die bemaalt de polder hier in Willem en die kan de ijsbaan ook ondermalen. Er zit een kleppensysteem in, dan kan die dus de ijsbaan voorzien van water. Okay. En ja, verschillende die we in de Wouden gebouwd hebben, die bemalen allemaal weer een poldertje. Of, zeg maar, die wij gemaakt hebben, hebben bijna allemaal een functie. Maar het waterschap wil een heel groot gemaal maken, is dat niet afdoende dan? Zeker, maar kijk, een windmolen dat is een nostalgie, traditie. En dat willen ze dus wel in stand houden, bepaalde verenigingen. En nou ja, op zichzelf is het ook hartstikke leuk. Ze zijn mooi. Ja. Een molendag zonder wind, hoe kan dat? Ja, er staat vandaag geen wind en nu laten we de molen elektrisch draaien op de vijzeldag. Oh ja, op die manier. Dat, ja. Moet hij wel iedere dag draaien? Hij draait elk uur 10 minuten om het water op de vlaskepolen te verversen. Ja. Oh, op die manier, ja. Hoe loopt de molendag eigenlijk tot nu toe? Dat loopt goed. We hebben veel bezoek. Ja. En we hebben ook mooi weer, alleen jammer geen wind. Ja, dat is wel heel jammer. Hè? Komt bijna nooit voor in Friesland. Nee, nee. Maar het mooie weer hebben we. Okay. Dat is ook belangrijk. Voor de fietsers is het heel mooi.